is meer rock'n'roll. Je hoort natuurlijk wie erop speelt. En dat is wel, dat zijn kunst. Dany is niet de alleskunner. Dany is een echt self-made gitarist met een echt hele eigen sound. Heeft hij ook gehad? Heeft Eddy dit gehad? Niet precies deze, maar uit dezelfde pakken. We hadden een soort lijstje gemaakt van mensen die we heel graag wilden hebben. Het is leuk. En Lademacher stond ook op dat lijstje, maar Lademacher had ook een link met Zeeland. Leuk, die oude dingen. En speelbaar ook nog. Lademacher heeft ook een tijdje nog in Vlissingen gewoond. Ja, ik heb inderdaad in de Scheldestraat gewoond. Bij familie Meerman. Hij is eigenlijk door Kees Meerman, een Vlissinger, en later drummer van Brood, is hij bij Brood geïntroduceerd. En Vlissingen was een heel stille stad. Ik was meteen helemaal door de Ambonese gemeenschap meegenomen en muziek maken. Nou, ik heb een fijne herinnering aan Vlissingen. Ieder jaar ga ik met plezier terug. Dany zei onmiddellijk, ja, dat wil ik heel graag hebben en daar wil ik graag aan meewerken. En ik kom spelen met de Paris Dandies. Ik heb een paar prijzen gehad in mijn leven, maar het waren meer van die, ik noem dat algemene prijs. Maar dat is meer voor schrijven en producties en dat soort dingen. Maar nooit voor mijn, wat ze noemen, oeuvre. Dus dat overviel me en ik was trouwens heel erg trots op. Nog steeds namelijk. Met Dany was het heel erg leuk. Maar toen is ook eigenlijk een soort veel meer nog de toon gezet van dat het een achievement award werd. Een van de eerste gitaarsolo's die ik componeerde was de Windmolen. Ja, ja. En tot mijn stomme verbazing datzelfde motiefje werd op straat gefloten. Tam, 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 ja, tam, tam. Dat was heel gek. Mijn allereerste gitaar was eigenlijk, ja, die was ook dit kleur. Had ik meteen een klein microfoon gevonden bij mijn piezo-elektrisch microfoon bij mijn oom. Een ronde ding had ik dat onder de kam gepleurd. En op een oude radio is je gewoon toch elektrisch, weet je wel. En dat is geweldig. Goeie herinnering. Dat is exact hetzelfde. Met ook zo'n enorm houder. Echt mooi. Ja, die is ik denk van net voor de oorlog. Ja, ja. Oh, zo, die heb je even. Is gewoon, ja, gewoon. Een net grotere jumbo. Ja. Dany Lademacher die wilde per se iets akoestisch hebben wat hard was en wat heel soepel speelde. Dat waren eigenlijk wel een beetje zijn eisen. Even 1 jaar over gedaan, dat wel. Maar ik heb liever een geweldig instrument dan iets dat heel snel in elkaar geflanst is en dan als een stuk karton klinkt. Het is de allermooiste gitaar van mijn hele collectie en ik heb nogal wat. Zet de naam nog in, hè, Lademacher. Ja, is het Dany's naam, hè? Oh ja, te gek. Ja. Ja, mooi man. Herman Broodshand. Dat heeft hij pas later aangeleverd of dat nog kon. Oh ja? Anders had hij nog strakker geweest als ik hem wat eerder had gehad. Goh, leuk gedaan man. Volgens mij heeft hij na de uitreiking tot 4:00, 5:00 's morgens in de lobby van het hotel is hij gaan zitten spelen. Ja, dat klopt. Ik heb die nacht weinig geslapen. Ik ben eigenlijk werkelijk met mijn gitaar naar bed gegaan.